groot feest voor Thomas en Jan. Dus iedereen welkom. Ik moet nog een aantal formaliteiten zeggen. Dus verschillende mensen hebben hier drank meegebracht. En dat is ons uitdrukkelijk gevraagd vanuit de zaal om alles weer mee te pakken. Ze noemden dat een grondanalyse of zoiets. De organisatie vandaag is uitgevoerd door WePlanet. En ik heb van Rob ook een tekstje gekregen dat ik even moest zeggen wat dat WePlanet is. En ik ga dat gewoon letterlijk voorlezen, want anders ga ik daar toch weer iets van maken dat ook niks heeft. WePlanet is een Europees netwerk van burgergedragen milieuorganisaties die gedreven worden door pragmatische en wetenschappelijk onderbouwde oplossingen voor klimaatverandering. De verschralende biodiversiteit en de noodzaak om armoede uit de wereld te bannen. De koepel telt organisaties in meer dan 14 landen met 1000 individuele leden doorheen Europa. Dus dat is wel iets om u tegen te zeggen. Goed, we gaan ermee starten. Dit is het. Ja, dat is uw versie. Deze is mijn versie. Goed ingelezen. Ik ga nu eerst de mensen hier voorstellen. Thomas en Jan kennen jullie waarschijnlijk allemaal al een beetje. Thomas is filosoof, juist. Jan is bio-ingenieur en zij schreven samen het boek De wereld red je niet met minder, minder, minder. Aan de andere tafel hebben we twee gasten. Er waren oorspronkelijk 3 gasten voorzien, maar spijtig genoeg is de laatste persoon, Pieter, uitgevallen omdat hij ziek was. Maar dus hier naast mij hebben we Koen Meirlaen. Ik kan eens even voorlezen wie Koen Meirlaen precies is. Hij is geograaf en leerkracht aardrijkskunde en wiskunde in Sint-Hendrik in Deinze. Hij is door de International Polar Foundation in Antarctica opgeleid tot poolambassadeur. Tijdens een verblijf in de zero-emissie poolbasis Princess Elizabeth. Hij is oprichter van het klimaatproject Oceans Are Rising So Get Informed, met de website So Get Informed, met bijbehorende website en een verzamelplek van klimaatkennis en een platform waar je zelf klimaatacties kan delen. Een hele boterham, hè? Naast hem zit Geert de Jager. En Geert de Jager is hoogleraar plantenbiotechnologie aan de Universiteit van Gent, waar hij onderzoek verricht aan de befaamde Vlaamse Instituut voor Biotechnologie. Hij is vice-directeur van het VIB, Departement voor Plantensysteembiologie, waar basisonderzoek wordt verricht voor planten in het licht van klimaatverandering. Zijn eigen onderzoeksteam verkreeg hoge internationale visibiliteit door de ontwikkeling van technologie om genetische interactienetwerken te ontrafelen in de planten. Deze technologie wordt nu ingezet om gewassen minder afhankelijk te maken van hoge stikstofbemesting, een belangrijke bron van broeikasgassen. Daarnaast is hij sterk betrokken bij politieke voorlichting omtrent het gebruik van nieuwe veredelingstechnieken voor een duurzame landbouw. Ben ik een beetje volledig geweest voor iedereen? Oké. Okay. Dan gaan we beginnen met de allereerste vraag. Het boek noemt De wereld red je niet met minder, minder, minder. Dus we moeten van alles meer en meer en meer doen. Klopt dat, Thomas? Ja, dat klopt. Ons boek is eigenlijk een reactie op de klassieke groene stroming die sterk de nadruk legt op consumeren en op minder energie verbruiken en zo. En als je een beetje nadenkt, bijvoorbeeld over het klimaatprobleem, dan zie je in dat het eigenlijk niet volstaat. Hè? Dus we kunnen wel de thermostaat een beetje lager draaien of een beetje minder met de auto rijden of een beetje minder vlees eten. Maar we moeten uiteindelijk naar een netto nul uitstoot van broeikasgassen gaan. Dus een beetje minder is niet genoeg. We moeten echt eigenlijk overschakelen naar schone technologie, zoals we dat zeggen. Hernieuwbaar, maar ook kernenergie en ook... En daarnaast ook wel inzetten op adaptatie, maar dat is misschien voor straks. Ja, maar dus moeten we dan naar meer gaan, Jan? Wel, of dat we naar meer zouden moeten gaan, ik zou dat eigenlijk ook niet zeggen. Ik zou eerder zeggen dat we het misschien anders moeten aanpakken. Ja, wat dat voor mij eigenlijk een beetje het punt is ja, ontwikkelingslanden die zullen ongeacht eigenlijk wat wij doen, zullen die eigenlijk ook helemaal willen gaan leven zoals dat wij willen doen. Bijvoorbeeld, die zullen ook meer op reis willen gaan, uiteindelijk zullen die ook meer vlees willen eten, enzovoort, enzovoort. En als je daar naartoe kijkt, dan betekent dat als wij bijvoorbeeld onze CO2-uitstoot door te consumeren naar omlaag zouden brengen, dan lossen we die CO2-emissies eigenlijk nog niet op. En waarom is dat? Dat is eigenlijk omdat onze economie, onze maatschappij is volledig gebaseerd op, of volledig gebouwd op fossiele brandstoffen. En eigenlijk moeten we dat aanpakken. Dat is het onderliggende probleem wat we moeten aanpakken. Ja, ik zou daar nog aan willen toevoegen dat er eigenlijk wel vaststaat dat sowieso het wereldwijde energiegebruik zal stijgen. Of alleszins het elektriciteitsgebruik, hè, want dat is nog iets anders. Omdat miljoenen mensen meer toegang zullen krijgen tot elektriciteit in de komende decennia en jaren. Dus in die zin is het dus wel meer, is er wel meer nodig. En ik denk ook dat er meer grondstoffen nodig zijn, omdat bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie meer grondstoffen vergen om al die zonnepanelen en windmolens te bouwen. Dus in die zin hebben we dan wel meer nodig. Het werkt weer. Jan, misschien dat je nog iets kunt zeggen. Dus je ziet die energiedensiteit van die batterijen, dat is niet goed. Hè? Dus, Ja, dat is inderdaad een goede opmerking. Wat is uw gedachte daarover, Koen? Ben je akkoord met de twee auteurs? Ik ben op veel vlakken zeker akkoord. Ik ben met Jan al eens lang en uitgebreid op café geweest en Thomas aan de telefoon gesproken. Hij had mij ook gezegd dat ik soms wel kritisch moest zijn, omdat we het over heel wat vlakken eens zijn en toch soms wat kanttekeningen mogen gemaakt worden. Ik zal dat even kaderen. Ik stel mij heel hard de vraag van hoe kunnen we die klimaatopwarming tackelen, maar hoe kunnen we daar zoveel mogelijk mensen bij betrekken? Voor heel wat mensen begint het nog maar allemaal pas, de info daar rond. En voor denk ik de meeste mensen in de zaal, die weten er al heel veel over. En zullen misschien iets bijgeleerd hebben uit het boek, maar vaak ook bevestiging gekregen hebben. Ja. Dus dan vraag ik me af van hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen betrekken. En op liefst zo constructief mogelijke manier. Hè. En dan had ik aan Jan 2 maanden geleden al, toen hij zijn titel vertelde, toch al wat bedenkingen dat ik zei van dat is voor mij niet de meest verbindende titel. En Jan gaf zelf ook toe van ja, ik heb dat gevoel ook een beetje, maar een auteur is wel vaak op zoek naar een titel die zo'n beetje catchy is en een beetje opvalt. Zoals bij een doorsnee krantenartikel vaak een titel de aandacht moet trekken. En als je dan een beetje verder leest, dan zie je van ah, die titel dekt toch niet helemaal de lading. Dus omdat het een beetje dubbel te interpreteren is. Je kan hem opsplitsen in de wereld red je niet. Vaak denken mensen, wat moeten we aan de wereld redden? Daar kunnen we straks even op inzoomen. En die minder. Het klopt wat Thomas zegt, dat er inderdaad zo'n strekking is die heel hard focust op alles moet minder. En we moeten zorgen dat mensen bijna schuldgevoel worden aangepraat. Ik zie vrienden die een 3e kind krijgen en anderen kijken al vies van ja, ga je nu voor een 3e kind? Hè? Dan denk ik, oei, we moeten opletten, want die slinger hè, slaat wel stevig door. En het klopt dat je dus moet aangeven, kijk van wat is de impact van consumeren of consuminderen. Ja, dat is niet de grootste impact. Je moet, als je het hebt over de klimaatverandering, focussen op wat Jan zei, die fossiele brandstoffen. En daar moeten we zo snel mogelijk minder van uitstoten. Dus dan kom je wel wat op het woordje minder uit. En het woordje minder mag geen negatieve connotatie krijgen. Je hebt er juist verteld dat ik verbleef in de poolbasis. En daar hebben we echt geprobeerd om met minder energie die poolbasis draaiende te houden. Dus we hebben dat gedaan door goed te isoleren. Het was een passief huis, dus we hebben gezorgd dat we de warmte van de servers en andere zaken goed konden benutten, zodat we niet nog extra verwarming moesten aanzetten, dus zoveel mogelijk energie besparen. Want we moeten effectief inzetten op zoveel mogelijk schone en groene kernenergie of fossiele hernieuwbare energie. Maar we moeten beginnen met proberen minder energie te verbruiken. Als ik bij mij op school kijk wat voor gebouw dat is en hoeveel energie daardoor ramen, daken en deuren verloren gaat, dan is dat te gek dat er dan zoveel liters, duizenden liters mazoet weer moeten aangebracht worden om die schoolgebouwen te verwarmen. En het is wat dubbel, want als je in eerste instantie kijkt, gaan we minder uitstoten als we minder vliegen? Ja, absoluut. Dus als we de vliegreizen, bijvoorbeeld binnen de UGent, hebben ze mij daarover geïnformeerd, dat men probeert de congressen wat anders te organiseren, dat er minder afstandsvluchten nodig zijn, nu ook via Zoom-meetingen en zo. Dus het woord minder heeft wel degelijk mee een impact. Bovendien mag je, maar daar komen we later misschien nog op terug, denk ik dat een titel of wat je aangeeft van die ecologische strekking. Sinds het project heb ik een Twitter-account. En mijn mond viel open toen ik online kwam op Twitter. En ik vind dat er daar heel interessante zaken op staan. Poolbasis hebben een eigen Twitter-account. Je kan heel wat te weten komen en zo. Maar jullie zullen dat ook wel weten. Hè? Als jullie met iets naar voren komen of zo. Het gaat er vaak hard aan toe. En dan denk ik dat zo'n titel misschien nog te weinig constructief is naar die mensen die jullie een beetje bekampen, om het zo te zeggen. Want ik heb het boek gelezen, of toch zoveel mogelijk hoofdstukken. Er staan heel wat interessante zaken in die mensen die zo focussen op die consumenten eigenlijk zeker zouden moeten te weten komen. Maar ik weet niet of ze nu, omwille van de titel, het boek zouden grijpen. Dus ik hoop, mochten dergelijke mensen in de zaal zitten, dat ze het zeker grijpen en zeker lezen. Ik weet niet of dat jullie daar iets op te zeggen hebben, wat dat jullie bedenking is? Ik ja, heb... ja, zeg maar eerst, Jan. Of ik eerst? Zeg maar Jan. Moet ik eerst? Ja. Jan eerst. Ik zou denken dat mensen ons boek misschien wel zouden vastpakken die er niet mee eens zijn. Hè? Juist omdat ze denken van, ja maar allee, dat kan nu toch niet, de wereld moet je toch redden met minder. Hey, dat is een bepaalde gedachtegang. En natuurlijk, ja, dat is iets, ik geef Koen gelijk, hè, dat is iets wat dat uitdagend is, maar dat is ook hoe dat zulke dingen werken. Hè. Een boek moet verkopen, moet een uitdagende titel hebben, anders wordt die niet verkocht. Dus dat is eigenlijk het eerste punt wat ik wil maken. En bijvoorbeeld over minder. Ik denk, ja, er zijn bepaalde dingen waar dat we inderdaad minder van zullen moeten doen. En ja, dat gaat over minder fossiele brandstoffen natuurlijk. Dat is de way to go. Dan bijvoorbeeld ook, dan denk ik, als Koen het heeft over minder energie, dan denk ik dat je wel de nuance moet maken misschien om te zeggen relatief gezien minder energie. Want ik denk als we een overvloed hebben aan energie, maar wel efficiënter verbruiken, dat ook vele pistes openzet. Om maar een voorbeeld te geven, ja, kunnen wij ooit misschien vlees produceren in een bioreactor. Hè? Dat is een moonshot-project. Kunnen we dat doen? Misschien wel, maar daar is enorm veel energie voor nodig. Maar die energie maakt dat natuurlijk wel mogelijk. We moeten dat zo efficiënt mogelijk doen. Thomas, jij wilt er ook op ingaan. Ja, ik heb wel een probleem met dat woord minder. Ook al geef ik toe dat er ook wel op bijvoorbeeld op vlak van vliegen of vlees eten, dat we daarop moeten minderen. Omdat het woord eigenlijk niet wervend genoeg is. Het spreekt mensen niet genoeg aan. En mensen hebben van nature een angst om dingen te verliezen, om comfort en luxe te verliezen. En als wij de boodschap meegeven van, ja, iedereen zal moeten inboeten, iedereen zal, om het nu heel karikaturaal te zeggen, zoals in Bokrijk moeten gaan leven, dan krijgen we niemand meer mee. Uiteraard zijn er ook pragmatische groenen en ecologisten, waar we graag mee in dialoog gaan en waar we ook wel ideeën mee willen uitwisselen en van elkaar leren. En ik hoop dat zij het boek wel lezen, maar anderzijds hebben we ook wel gezien dat er ook wel een dogmatische strekking is binnen de Groenen. En dat we dat toch echt wel moeten contesteren. Hè? Want als we dat niet contesteren, dan is dat zogezegd het enige verhaal dat in het publieke debat aan bod komt. En dus wij willen ook wel eens iets nieuws bieden. Snap? Nu, Koen haalde daar juist aan, mensen die een derde kind krijgen, moeten wij die verdoemen? Moeten we dat verbieden? Nee, daar kan ik me dus maatloos aan ergeren dat mensen zich zo schamen om kinderen te krijgen. Ja, terwijl dat eigenlijk in België hebben we gemiddeld 1,6 kind per vrouw. Dus dat is al onder het vervangingsniveau. Dat wil zeggen dat, dat onze bevolking eigenlijk langzaam aan het krimpen is. Nee, maar door migratie wordt dat dan gecompenseerd. Dus als het zo doorgaat, dan hebben we een zeer groot vergrijzingsprobleem. En dat is nu al aan de gang. Dus het is niet zo dat overbevolking is uiteraard niet goed, maar onderbevolking is ook een probleem. Dus we hebben ook altijd de constante stroom van jonge mensen nodig, van een nieuwe generatie met nieuwe ideeën ook en zo. Dus ik hoop dat mensen echt geen kinderen, zich schamen omdat ze kinderen hebben, omdat het klimaatprobleem daar is. Hè. Dus ook dat kind kan bijvoorbeeld de wereld ook mee verbeteren door nieuwe technologie uit te vinden of door aan klimaatactivisme te doen en andere mensen te enthousiasmeren. Dus wat mij vooral stoort aan die opvatting is dat kinderen als een soort van zak met CO2 worden aanzien en niets meer. Ja. Dus dat is zoiets misantroop dat er toch in zit. Ja. Ja. Als ik daar misschien ook nog even zou mogen op inpikken. Ik vind eigenlijk de bevolkingskrimp vind ik een veel enger doembeeld dan een overbevolking. Om dat even te dingen. Dus eigenlijk, als we kijken naar 2100, waarschijnlijk zal de wereldbevolking geleidelijk aan beginnen inkrimpen. Hè. Dus eigenlijk komen we op een punt, ergens in de tweede helft van deze eeuw, waar dat... de bevolking inkrimpt. Hè, dus een piek bereikt en inkrimpt. Dus dat is een beetje de komende decennia is dat een beetje gelijk alsof dat we een Jenga-toren steeds hoger en hoger en hoger maken, maar die basis daarvan is zeer wankel. En hoe komt dat bijvoorbeeld? In China, daar leven ze momenteel met 1,4 miljard. Daar zou je denken, ja, maar dat is nu echt toch het punt van overbevolking. Maar eigenlijk niet, want veel van die mannen die daar leven, van die Chinese mannen, die vinden daar geen vrouw meer, juist door die eenkindspolitiek. Dus dat is iets wat dat zichzelf aan het ondermijnen is. En zo gaan we eigenlijk overal, door ook bijvoorbeeld minder en minder traditionele en meer liberale samenlevingen, ook in Azië en in andere delen van de wereld, gaan wij eigenlijk zien dat vrouwen steeds minder kinderen krijgen en dus de bevolking inkrimpt. Ja. Maar dus voorlopig tot 2100 of 2080, afhankelijk van de voorspellingen, gaat het blijven stijgen en al die mensen gaan moeten gevoed worden. Kunnen we daar iets aan doen, Geert? Ja, maar dat vind ik nu juist het interessante aan het boek. Hè. Dat is dat het boek 3 hoofdstukken wijdt. 5, 6 hoofdstukken in totaal, als ik juist ben. 6 hoofdstukken. Ja. 3 hoofdstukken over voedselproductie en landbouw. Ik vond dat zeer leuk om dat vast te stellen, omdat uiteindelijk weinig mensen zijn zich daarvan bewust, maar de hele klimaathetze is zeer sterk publiek geworden met een documentaire waar Al Gore de hoofdrol in speelde. En ik toon elk jaar een andere documentaire aan mijn studenten, die noemt The Other Inconvenient Truth. En dat gaat dus over het feit van de grote uitdaging waar we staan in de landbouw. En dat dit eigenlijk tegelijkertijd gebeurt in een periode waar dat je zeer sterke klimaatverandering krijgt. En die twee eigenlijk, die collapsen als het ware, die botsen met elkaar. Ja. Dus in die zin zit je voor een uitdaging dat je met een groeiende bevolking zit. Ik wil daar wel een kanttekening bij maken, want het is heel belangrijk om dat te duiden waarom dat die bevolkingstoegroei, waar dat die van komt. Hè. Dus we zitten op dit moment wereldwijd op peak child. Dat wil zeggen, op de 7 à 8 miljard mensen zijn er 2 miljard kinderen. En de Verenigde Naties voorspelt dat dit aantal kinderen niet meer zal stijgen. Dus dan kun je de vraag stellen van hoe komt dat dan de wereldbevolking nog toeneemt in de komende decennia? Dat heeft te maken met het feit dat dus de gezondheidszorg in het continent Afrika en ook in Azië zeer sterk toeneemt. En dat dus de gemiddelde levensduur en ook de kindersterfte, die daalt spectaculair. En dus eigenlijk de toename van de wereldbevolking gaat louter gebeuren doordat in Afrika de huidige kinderen gaan volwassen worden, die gaan kinderen verwekken, die gaan grootmoeder en grootvader worden en die kinderen gaan dan kleinkinderen verwekken. Dus het is niet omdat men in Afrika nog ontzaglijk grote gezinnen heeft dat de bevolking blijft stijgen. Het is gewoon door meer investering van calorieën, van energie. Dat is het paradoxale in ganse zaak. Dus we gaan eigenlijk ook in de landbouw meer calorieën moeten produceren in de komende 30 jaar. Men schat ongeveer een 50% meer landbouwproducten dat we gaan moeten produceren. Dat is de voorspelling. Maar tegelijkertijd moeten we goed nadenken ook wat we precies gaan doen met die landbouw. Dus we gaan wel 50% meer calorieën, maar wellicht wordt de uitdaging dat we minder calorieën uit vlees moeten halen. Dat zal een ongelooflijke belangrijke uitdaging zijn. Net omdat bij die vleesproductie ongelooflijk veel calorieën verloren gaan. Jan en Thomas illustreren dat heel mooi in het boek. Dat is werkelijk, als je moet daar eens bij stilstaan, hè, als je een koe groeit, dat je dus maar 1% van de totale input van energie finaal in dat vlees capteert. 1%, dus 99%. 1% van het dierlijk voedsel dat je het plantaardig voedsel dat je aan het dier gegeven hebt. Ja, het totale plaatje eigenlijk van input van calorieën dat je steekt om finaal zo'n beest te geven. Je moet mij corrigeren, ik stond zelf, ik wist dat het laag was, maar ik stond versteld dat het maar 1% is. Dus dat wil zeggen dat je dus 99%... Dus dat wordt dus een ongelooflijke uitdaging, dat je dat verlies aan calorieën, aan energie in de landbouw, dat je dat naar beneden krijgt. En dat gaat ongelooflijk veel mogelijkheden, moesten we dat creëren, want je moet goed weten, momenteel de situatie is dat we een volledig continent Zuid-Amerika gebruiken om gewassen te telen. En een volledig continent Afrika gebruiken we om vee, om weidegrond. En dan nog eens 2/3 van dat continent Zuid-Amerika wordt gebruikt om die beesten te voeden. Dus dat is werkelijk totale waanzin. Maar natuurlijk... Je moet ook niet beginnen dromen dat die groep mensen die zich nu aan het verder gemiddelde leven... Want dat wordt de uitdaging. Ik ben nog opgegroeid met... Ik heb zelf het geluk gehad van les te krijgen van Etienne Vermeers. Dat was natuurlijk iemand die gefascineerd werd door de stelling van Malthus. En die constant hamerde op die geboortebeperking. Maar weinig mensen realiseren zich, en dat is een van de beste... essays die ik de laatste 20 jaar gelezen heb, dat is het boek van Jan, dat is het werk van, dat verplicht ik aan elke student om te lezen, dat is Factfulness van Hans Rosling, die aantoont dat we demografische transitie, die is eigenlijk achter de rug, met uitzondering in zekere instantie van Afrika. Dus Afrika is een ontzaglijke uitdaging, je moet goed beseffen, we zitten daar met 1,5 miljard mensen nu. De voorspelling is wellicht minstens 3 miljard. Thomas en Jan hebben mijn huidig wereldbeeld een beetje... Ik heb wel wat opzoekwerk gedaan. Ik moet zeggen, je vindt nog niet veel de feiten die je daar... De voorspelling is nog niet doorgedrongen wereldwijd, dat het eerder naar 3 miljard gaat dan naar 4 miljard. Maar zelfs die verdubbeling van de hoeveelheid mensen in Afrika is een ontzaglijke uitdaging. En aan Europeanen moet je dat niet uitleggen natuurlijk. Amerikanen liggen daar minder van wakker. Zij zijn meer bezig met wat er gebeurt in Zuid-Amerika, maar wij Europeanen liggen natuurlijk wakker met het feit van kijk, we moeten die mensen hun levensstandaard doen toenemen, want dat kan voorkomen dat zij de tocht maken naar Europa. Dus maar, daar in onze sector, in de sector van plantenbiotechnologie, is dat een ongelooflijke uitdaging. Om dus eigenlijk voldoende voedsel te produceren op dat Afrikaans continent. Jij wou daar iets aan toevoegen? Ja. Ja, ik wou nog benadrukken dat we wel zeggen van het feit dat we met 8 miljard zijn en straks met 10 miljard is wel een enorme uitdaging. Hè. Dus het zou wel inderdaad beter zijn mocht het aantal kinderen per vrouw in bepaalde regio's en dan vooral Sub-Sahara-Afrika, dus dat het daar zou dalen. Maar we weten ook wat er werkt. Hè. Dus door meisjes meer naar school te laten gaan, door voorbehoedmiddelen ter beschikking te stellen. en meer carrièrekansen voor vrouwen te bieden en zo, dan zie je automatisch dat dat aantal kinderen naar beneden zakt. En er is bijna geen enkel land in de wereld waarin dat aantal kinderen per vrouw niet aan het zakken is. Maar ik wil dat wel scherp stellen, Thomas. Die transitie hebben we volgens mij achter de rug. De grote uitdaging voor de komende 30 jaar ligt ergens anders. En daarom zeg ik van mijn vroegere prof Vermeers, verlaat, de uitdaging is de stijging van de gemiddelde levensstandaard. Dat wordt de grote uitdaging. Ja. Hoe kunnen we dat gaan verzoenen met de planeet, natuurlijk, met de grenzen van de planeet? Dus want uiteindelijk 2 miljard tot een totaal van 8 miljard is 20% stijging. Terwijl de gemiddelde levensstandaard zal een logaritmische stijging betekenen. Ja, komende... zeker. Maar zelfs dat, dus bijvoorbeeld Afrika, waar dat bevolking eigenlijk groeit. Er zijn zo'n paar regio's waar dat de bevolking nog zal aangroeien. Ik dacht het Midden-Oosten was een uitzondering, Afrika, en corrigeer mij Thomas, ja. Latijns-Amerika is dat? 1 miljard in Azië en 1 à 2 miljard in Afrika. Maar in elk geval, daar hebben we destijds ook nog een andere, trouwens een enorme aanrader, Empty Planet, een boek over gelezen. En die stelt bijvoorbeeld dat er opportuniteiten zijn voor Europa ook. Hè, bijvoorbeeld. Wij zitten met een enorme vergrijzing. Wie gaat de pensioenen betalen? Eenmaal dat je met een vergrijzing zit, hoe gaat je aan innovatie doen? Dat is eigenlijk het einde van economische groei. Hè. Dat heeft ook een schaduwzijde. En dat mogen we ook niet gaan vergeten. Dus... Dan bijvoorbeeld migratie vanuit Afrika of vanuit het Midden-Oosten kan bijvoorbeeld zorgen dat onze pensioenen betaalbaar blijven, hè, zonder daar te diep op in te gaan. Maar daar zitten ook opportuniteiten voor Europa in, denk ik. Maar ik heb het natuurlijk over het gevaar van massamigratie als gevolg van shocks en klimaatverandering die er mogelijk is. Dat is ook zeker een factor. Dat zien ze nu al in Guatemala. Ja. Ik merk, als ik soms een voordracht geef of zo, dat die demografie, dat er voor veel mensen nog een moeilijk gegeven is. En dat ze dat soms zeggen van ja, dat ze daar eerst in Congo en Rwanda met een 5 of 7 kinderen eerst eens beginnen met minder kinderen te krijgen en dan zullen wij ons mee inzetten voor die klimaatopwarming. Maar dan moet gaan die mensen duiden dat een gezin met 5 of 7 kinderen en een paar kippen tussen een veel lagere klimaatafdruk heeft dan een gezin met 2 kinderen hier bij ons. En dat is die nuance die ze soms nog mee moeten maken, 1. En ten tweede, ik volg jullie als je zegt van het is belangrijk dat de levensstandaard in die landen omhoog gaat. Ja? Dat je niet van een longontsteking sterft of dat je niet bij een geboorte moet vrezen voor het leven van de moeder of van het kind of zo. Maar dan moet ons ook de vraag stellen van willen we dat ze... welke levensstandaard hebben we voor hen in petto? Is dat de levensstandaard van pakweg de verhulstjes? Dan weet je dat je wel wat hoge klimaatafdruk gaat hebben. Dus ik vind het interessant te zien dat je eigenlijk zou moeten aangeven, die mensen kan je een extra levensstandaard toewensen, maar hopelijk op een manier waarbij dat wij al eigenlijk een beetje een best-of van onze producten, zaken, landbouwzaken met een beperkte klimaatafdruk, dat zouden we eigenlijk moeten meegeven. En dat ze eigenlijk die sprong kunnen maken zoals van geen telefoon, hebben niet alle Afrikanen nu eerst een vaste lijn in huis gehaald en dan pas de gsm. Dat is gewoon van geen telefoon naar gsm die voor heel wat zaken daar gebruikt wordt uiteraard. En ik denk, en ook in uw sector, dat we hopelijk die sprong kunnen maken, want anders wordt het een heel grote uitdaging. Ja, het is gewoon een heel essentieel iets om te beseffen dat hoe langer dat we die mensen met gezinnen laten van 4 kinderen, hoe meer mensen dat we uiteindelijk op deze planeet gaan eindigen. Dus we moeten die mensen zo snel mogelijk uit die armoede trekken. En dat is de laatste stap die moet gebeuren in Afrika. De laatste 50 jaar is dat een ontzaglijke inspanning in Azië gebeurd. Nu moeten nog de laatste loodjes in Afrika, zodanig dat die zo snel mogelijk naar gezinnen gaan van ook gemiddeld 2 kinderen. En dat is ook, als ik daar nog één ding mag aan toevoegen, welvaart, dat is ook heel belangrijk om klimaatverandering op een of andere manier, om de gevolgen daarvan in te dijken. Want wat dat we bijvoorbeeld zien is, klimaatverandering, dat kun je eigenlijk zien als een soort van risk multiplier. Dus eigenlijk een vermenigvuldiger van risico's. De bestaande risico's die je hebt, die worden steeds zwaarder eigenlijk. Dus overstromingen worden zwaarder, enzovoort. Hè. Droogtes worden ook zwaarder, oogsten kunnen op een zwaardere manier mislukken. Dus klimaatverandering doet daar een schepje bovenop. Maar welvaart kan die tegenovergestelde beweging eigenlijk gaan maken. Die kan eigenlijk als een soort van ja, een bescherming, een schokdemper zijn voor klimaatrampen. Welvarende samenlevingen die kunnen, ik neem bijvoorbeeld het voorbeeld van Nederland met de stormdijk in 1953. Juist doordat zij meer welvaart konden opbouwen, hebben zij eigenlijk een zeewering gebouwd, waarmee dat zij uitzonderlijk zware stormen konden tegengaan. En waarschijnlijk zullen ze nu wel nog een grotere nodig hebben voor, om de klimaatverandering te stoppen, maar dat is heel belangrijk. Om te voegen dat eigenlijk het aantal natuurrampen is de laatste eeuw toegenomen, mede door de klimaatverandering. Maar het aantal doden door natuurrampen is zeker 10 keer minder geworden, wat toch zeer opmerkelijk is, want we hebben een zeer sterke stijging van de wereldbevolking gehad, maar toch is dat 10 keer lager geworden. Dus het belang van adaptatie, dus dijken bouwen en zo tegen de klimaatverandering en waarschuwingssystemen instellen tegen stormen en orkanen is enorm belangrijk. En dat kun je volgens mij enkel maar als er voldoende economische groei hebt, als er voldoende welvaart is. De volgende logische vraag zou zijn over geoengineering, maar ik wil eerst op een andere vraag ingaan.